De gemeente Veendam verzet zich tegen plannen van het Rijk voor windmolens langs de N33. Goedenavond, het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland op dinsdag 4 juni. Dit is Noord Vandaag. De 18-jarige doelman uit Farmsum die verdacht wordt van een poging tot doodslag op een voetballer van WO uit Woldendorp is weer vrij. Hij blijft wel verdacht in de zaak. De doelman zou tijdens de wedstrijd WO Meterhuizen een tegenstander tegen het hoofd hebben geschopt. Het slachtoffer liep een hersenschudding op. Gisteren werd al een andere verdachte vrijgelaten. De politie heeft vandaag een potloodventer aangehouden. Hij liet bij een speeltuin in Stadskanaal zijn geslachtsdeel zien aan kinderen. De 43-jarige man sprak de kinderen ook aan. Getuigen zagen hem wegrijden in zijn auto. Even later kon de politie hem aanhouden in zijn woonplaats in Veendam. De gemeente Veendam wil dat minister Schult van Hagen een streep haalt door de plannen voor een windmolenpark langs de N33 vanaf de A7 tot aan Bareveld. Het Rijk wil daar 20 windturbines neerzetten van 200 meter hoog. De gemeente heeft een brief naar de minister gestuurd. Ook worden inwoners opgeroepen hun bezwaren kenbaar te maken. We gaan in ieder geval zorgen dat alle mensen die bezwaar willen maken goed ondersteunen wat ze ook bezwaar kunnen maken. En dan moeten we kijken hoe de minister dat gaat wegen. Rudy Slager wordt voorzitter van de vereniging Groningen Dorpen. De oud-gedeputeerde is de opvolger van Jan-Wieg Bolders. Slager wordt officieel benoemd tijdens de algemene ledenvergadering die binnenkort wordt gehouden. Het is een hele mooie uitdaging en ik moet ook zeggen, ik heb er echt zin in om er wat voor te doen voor de vereniging Groningen Dorpen. Ik woon wel in Haren op dit moment, maar ik heb mij altijd dorpeling van het Groningen platteland gevoeld. Dat is van begin af aan zo geweest. Ik ben in Westeremden geboren en dat is eigenlijk nooit weer weggegaan. De lantaarnpalen langs de A7 en A28 gaan 's nachts uit. Rijkswaterstaat moet bezuinigen en laat het licht langs de snelwegen alleen op de drukste momenten branden. Op de A28 tussen Groningen en Haren gaan de lantaarnpalen uit van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. En op hetzelfde tijdstip wordt het donker op de A7 bij industrieterrein Westpoort. De verandering gaat in op 1 augustus. Van alle stadsbewoners in ons land zijn Groningers het meest trots op hun eigen woonplaats. Dat blijkt uit het stedenonderzoek dat om het jaar wordt gehouden. Ook houden Groningers erg van hun eigen provincie, net als de Friezen en Zeeuwen. De gemiddelde Nederlander zet de stad Groningen op de 7e plaats op de ranglijst. Amsterdam staat bovenaan. En van de stad naar het platteland. Onze provincie heeft de jongste boeren van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van een agrarisch onderzoeksbureau. Groningse boeren zijn gemiddeld 50 jaar, terwijl het landelijk gemiddelde 52 jaar is. Straks, oud papier inzamelen wordt door de crisis liefdewerk oud papier. Nou, ik haalde normaal ongeveer een 30.000 kilo in de maand op. Nou, als ik nu 20 haal, ben ik heel blij. Kijk je momenteel in de lucht, dan is de lucht echt duipbla. Teken van een hele lege luchtvochtigheid. Nou, en die stevige wind die zorgt ook voor het staakdreunende weer. Zo droog dat inmiddels de scheuren alweer in klaar zitten. En dat betekent dat we eigenlijk alweer regen moeten hebben. Nou, dat willen we allemaal niet wijn, maar we willen het droge weer. En voorlopig blijft er ook. Ze zijn veel te hoog, maken veel te veel lawaai, zijn gevaarlijk en zorgen voor hinderlijke schaduwen. De toekomstige windmolens langs de N33. En 40.000 mensen zullen er last van hebben, dat vindt de gemeente Veendam. Bovendien voldoet het park niet aan de eisen die door de minister zelf zijn opgesteld. Protesteren tegen de windmolens! Ze mogen wel komen, alleen niet op deze plek. Na diverse acties de afgelopen jaren van bezorgde omwonenden is het nu de gemeente zelf die in Den Haag aan de bel trekt. Strekking van de brief aan de minister is dat het kilometerslange traject langs de oostzijde van Veendam helemaal niet in aanmerking voor een windmolenpark zou mogen komen. De minister gaat uit van grootschalige industrieterreinen of in het open gebied. En wat je hier ziet, weliswaar een industrieterrein, een lang uitgerekt industrieterrein, maar een heel smal industrieterrein en daarachter bebouwing. En het is ook niet het open gebied, dus het is eigenlijk van beide niks. En toch hebben ze besloten om deze plek, die de provincie ooit heeft aangewezen, over te nemen in hun structuurvisie. De keuze voor een windmolenpark langs de N33 zou dus een grote vergissing zijn, waardoor volgens de gemeente 40.000 mensen tientallen jaren overlast zullen hebben. En dat valt naast het Rijk ook de provincie te verwijten, vindt Schmaal.
Op de achtergrond vinden allemaal gesprekken plaats en worden partijen onder druk gezet om aan grondtransacties te gaan ruilen, om het parkje maar groot mogelijk te houden. En dan wordt er tegen de burgers gezegd, wij kunnen er niks aan doen door de provincie. Dat vind ik schandalig. Want ze kunnen er wel degelijk wat aan doen, maar ze willen er niks aan doen. Je moet vaststellen dat het keer op keer een debat is geweest. De Provinciale Staten hebben in 2009 dit windpark opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan. Het is ruim een jaar geleden door het Rijk in procedure genomen. Dus mijn inschatting is dat die procedure niet zomaar stopgezet gaat worden. En zo staat Veendam dus lijnrecht tegenover de provincie. En hoopt de gemeente dat het de inwoners zelf zullen zijn die zich massaal gaan verzetten tegen de komst van het windmolenpark. Want ook op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Zwolle ontdekte de Veendammer wethouder vandaag maar weinig vergelijkbare situaties elders in het land. In een aantal gemeenten speelt hetzelfde. Maar wat natuurlijk de basis is, is een afspraak geweest tussen de provincies en het Rijk. En dan word je als gemeente vaak buitenspel gezet. Maar ik zie in geen enkele provincie waar het zo absurd is gebeurd als in de provincie Groningen. En ook in Bedum wordt er geprotesteerd. De belangengroep N361 gaat door met actie voeren tegen de plannen voor een oostelijke ringweg rondom Bedum. En daarbij zetten ze een sproeimachine in. De actievoerders willen geen oostelijke, maar een westelijke rondweg rondom Bedum. De belangengroep N361 wil met de sproeimachine laten zien dat de gevaren van zwaar verkeer en de plannen van de provincie naar andere dorpskernen verplaatst worden. De belangengroep gaat vandaag tijdens een informatiebijeenkomst van de provincie duidelijk maken met welke gevaren fietsers en dorpelingen te maken krijgen. Wat wij zo frustrerend vinden is dat de provincie nu een plan op tafel heeft gelegd met een quick scan. Die is 3 weken geleden gepresenteerd aan de bevolking. Waarbij feitelijk een keuze is gemaakt voor het oplossen van een probleem voor 400 vrachtauto's. Terwijl er een kans bestaat om voor 12.000 tot 14.000 auto's voor bijna hetzelfde geld ook een oplossing te bedenken. En dat vinden we in deze tijd waar het geld maar 1 keer uitgegeven kan worden. Vinden we dat een onverantwoorde en onlogische keuze die het provinciebestuur gaat maken. Volgens de provincie is een westelijke rondweg te duur. We hebben ruim 10 varianten bekeken en bestudeerd. Die hebben we ook opgehaald bij de mensen, onder andere bij de belangengroep N361. Ja, ongetwijfeld kun je nog een aantal varianten onderzoeken, maar je moet ook keuzes durven maken. Wij denken dat we de belangrijkste alternatief echt in beeld hebben gebracht. Daar is een keuze uit gemaakt, die hebben wij nu vertaald. Maar de Staten heeft het laatste woord en dat zullen we woensdag horen. De erkenning van het Gronings als streektaal is voorlopig van de baan. De Tweede Kamer verwierp vanmiddag onverwacht een motie daarover. En die motie moest ervoor zorgen dat het Neder-Saksisch, waar het Gronings onder valt, die erkenning wel zou krijgen. Simon Reker, hoogleraar Gronings, welkom. Er wordt al heel lang gestreden om die erkenning. Waarom lukt het vanuit de politiek nog niet? Nou, die erkenning is er wel, alleen dan ga je eerst van een zachte, softe soort erkenning onder Dal 2. En heel lang geleden, daar de eerste erkenning er kwam, is er voortbeloofd, Daldrij komt er ook, ken jaar duren. Nou, dat ene jaar, waar ik wel hou lang, dat was al in 1993, dat is dus heel lang duurd. En ik dacht eigenlijk dat het al verloren was. Verloren vind ik dat toch een klein beetje. Maar op eens dook verleden week de mogelijkheid op en nou ja, mensen werden enthousiast. En ik dacht, nou, misschien lukt het dan toch nog, die erkenning onder Daldrij, net als het Vrijs, maar dan weer op een wat lichtere manier. Ja. Maar blijkbaar, ineens, de minister die heeft zijn zin gekregen, maar die wordt ja niet. En ineens was het van toven. En waarom lukt dat maar niet? Nou, ik denk dat er een aantal redenen voor zijn. Om te beginnen ben er natuurlijk weinig komen leden uit dit gebied. Ja, er komt meer uit het westen dan hier. En wat zal Eindhoven Amsterdam om het Drents of het Twents of wat ik veel. Het is natuurlijk ook geen onderwerp waar je half veel succes met scoren. Tenminste, dat kan ik me goed voorstellen. Ik moet eerlijk zeggen, het debat heb ik verleden week gevolgd, gewoon op televisie. En ik vond dat niet een hoogtepunt door de parlementaire geschiedenis. Nee. Als een van de SP plotseling zegt, het Brabants moet ook. Terwijl uit alle definities blijkt dat Brabants de niet ondervallen kan. Dan, ja, dat doet er eigenlijk een beetje zeer. Maar er is natuurlijk niks verloren. De erkenning van gister is net zo als de erkenning van nou. We hadden hoop dat het meer werd. Nou ja, en als mensen zeggen dat het echt sneu en schade is, dan moet je er niet bij deel zitten gewoon nee. En dan moet je zeggen, nou recht. En waarom is het zo belangrijk? Ik vind het vooral psychologisch. Natuurlijk heeft het ook wel uiteindelijk met geld te maken. Maar voor mij is dat echt vers 2 of 3 of 4. Psychologie, dat vind ik het echt belangrijkste. Dat de overheid zegt, schoomt je night voor je tol. Proot dat gewoon met je kinderen. Wie zorgt er ook wel voor dat er op school wat aandacht aan besteed wordt. Wees niet benauwd. Denk niet dat kinderen alle tolen leren kunnen behavioraal toestol. Ik denk dat dat prima is. En haal goud zelf voor mensen. Wat is er plezieriger als dat je als kleinkind met opa en oma gewoon proten kan. Direct. Niks op ding. En dan kun je al gauw Nederlands toch. Ja,
praat nou geen Nederlands, maar meer kan ik ook wel Nederlands praten. Ja. Meertaligheid is gewoon een rijkdom. En de aanhouder zal winnen, toch? Het is wat de politiek wil. Wie met een kanner. Als wie met een kanner zeggen het mout, dan duurt misschien nog een paar jaar, maar dan gaat het duur. Maar ook bij twee kennen we al half wat. Simon Reker, dankjewel. Zometeen, het was eindelijk weer voor ijsjes, voor terrasjes en voor zomerse kleren. Maar eerst iets heel anders. In Nederland wordt ruim 7% van de baby's te vroeg geboren. In het noorden worden deze kinderen vaak opgenomen in het Beatrix ziekenhuis van het UMCG in Groningen. En als ze sterk genoeg zijn, kunnen ze naar een ziekenhuis dichter bij huis om aan te sterken. Maar dat klinkt simpeler dan het is. Te vroeg geboren baby's zijn heel kwetsbaar en dus is een ritje in de ambulance niet zonder risico's. Verpleegkundige Elke Rispens maakt elke week een stuk of 3 ritten met te vroeg geboren baby's. Ze liggen in een speciale transportcouveuse. Ambulancezorg Groningen heeft nu een nieuw type dat beter is voor de veiligheid van de baby. Ja, het is allemaal gedigitaliseerd. En ik zou bijna zeggen, je kan zo geen bedenken of het zit erop. Alles voor het kind is goed geregeld. En dat was toch niet helemaal zo? Nou, in die zin, op de oude couveuse, daar zaten met name wat draaiknoppen op. En daar zaten we ongeveer wel in de buurt, hè, in de veilige range. Maar het is nu zo geavanceerd dat je het gewoon op de tiende nauwkeurig de zaak kan bijstellen. Belangrijk is bijvoorbeeld de temperatuur van de couveuse, omdat zo'n kindje zijn eigen temperatuur nog niet goed kan regelen. En een harnas verkleint het risico op letsel bij een eventueel ongeluk. Ja, het kind ligt zeker malen beter als eerder. Het hoofdje heb ik net gefixeerd met als deze band. Daarover komt de fixatieband dan zeg maar over de schouder. En op deze manier ligt het kind gefixeerd in de couveuse. Voor verpleegkundige Elke Rispens blijft het bijzonder, een rit met zo'n kleintje in de wagen. Ja, sommigen die zijn iets zwaarder dan een pond suiker. Ambulancezorg Groningen zet nieuwe couveuses zo'n 300 keer per jaar in. De leegloop bij volleybalclub Abiant Lycurgus houdt aan. Frank Lubberts en Taylor Wilson zijn de volgende spelers die de club verlaten. Spelverdeler Lubberts vervolgt zijn carrière bij Dynamo uit Apeldoorn. En paarseloper Wilson gaat zich richten op zijn studie. Ze zijn de 8e en 9e speler die weggaan bij de nummer 2 van Nederland. En verder is het nog steeds onduidelijk of Lycurgus de schulden van het afgelopen seizoen kan wegwerken. Het gaat om zo'n 30.000 tot 40.000 euro. Karel-Jan Buurke, de volleybalverslaggever in Groningen. Waarom verlaten zoveel spelers nou Lycurgus? Het gaat om verschillende redenen op zich wel. Je zou kunnen zeggen weinig geld, dus blijven er minder spelers. Voor sommige spelers geldt dat ook wel. Edson Felicissimo is weggegaan omdat hij zijn brood er niet mee kan verdienen bij Lycurgus. Dus dat is een reden. Aan de andere kant Frank Lubberts, de spelverdeler, die zegt ik vind het niet professioneel genoeg. Als voorbeeld geeft hij dat hij eind mei zijn huis uit moest. Een huis van via Lycurgus verkregen. Terwijl hij tot en met juli een contract heeft. Eigenlijk stond hij op straat. Dan stond hij op straat, maar hij heeft nu alweer een nieuwe club, dus Dynamo. Dus zo heeft hij dat voor zichzelf opgelost. Er zijn ook spelers die gewoon denken, ja, ik ben toe aan een nieuwe stap. Hè, zoals Robert Andringa, die is naar België gegaan omdat hij gewoon ook op een hoger niveau wil spelen. Dus ja, alles bij elkaar. Verschillende redenen, maar ja, je kunt altijd stellen. Als je niet genoeg geld hebt, dan kun je ze ook niet houden. 9 spelers zijn dus al weggegaan. Blijven er überhaupt spelers over? Nou, er zijn in elk geval nog 2 over van vorig seizoen. 2 vaste spelers, 2 basisspelers. Dat is een middenman Dennis Borst en Jus Dronkers de libero. Die had een doorlopend contract. En dan Nick Paczynski als spelverdeler. Die gaat mogelijk ook nog verder. Dat wil de club op zich wel. Maar ja, dat hangt weer van allerlei zaken af. Dat is nog allemaal nog niet zeker. Wat wel zo is, dat ze achter de schermen wel druk bezig zijn om... om een heel nieuw team eigenlijk bij elkaar te zoeken. En het meeste is ook al wel gevonden, alleen het is nog niet beklonken. Dus zolang er nog geen financiële zekerheid is, kunnen zij nog niet iets vastleggen natuurlijk. Want dat is eigenlijk ook nog onduidelijk, hè? Want er is een schuld van 30.000 tot 40.000 euro over het afgelopen seizoen. Kunnen zij tot een overeenkomst komen met de schuldeisers? De signalen die ik binnen heb gekregen zijn op zich gunstig. Nijenstee Woningcorporatie is positief.
is in principe akkoord gegaan met het voorstel van Liqueurs. Was een grote schuldeiser. Maar de andere schuldeisers, ja, die moeten ook nog instemmen. Hoeveel dat precies zijn, dat weet ik niet. Want de voorzitter van Liqueurs, Kees-Jan Gieskens, is daar heel voorzichtig mee. Die wil nog niks naar buiten brengen totdat het goed is. Wat wel zo is, de begroting voor volgend seizoen is al aangegeven. Die is sluitend. Dus als het de schulden weg zijn, dan zouden ze wel weer heel fris kunnen beginnen. Karin Buurken, dank je wel. RTV Noord is voor mij onmisbaar als raadslid. De actualiteit uit de buurt. Ook als waterschapslid. En natuurlijk ook als boer. Je wil Hart maar graag even horen. Ik mag graag Remy van Mannekes even weer de politiek. En je bent weer bij. En dat moet je iedere dag even hebben. Dat is Noord voor mij. De horeca heeft vandaag goede zaken gedaan. De terrassen zaten vol. En ook bij de kledingwinkels steeg de omzet. Want als de zon schijnt, wordt er weer zomerkleding verkocht. Zo ook verslaggever Jeroen Berkenbos. Heeft u ook mooie zomerkleding voor mij? Ja, genoeg. De zon is er en daar hoort natuurlijk een zomerse outfit bij. De kledingwinkels hebben nog bijna geen zomerkleding verkocht, maar er is nu hoop. Want net zoals ik zijn er velen die nog geen passende kleren in huis hebben. Nou, dat is een goeie. We kunnen nog even wat aanschaffen. Met dit weer hoef je eigenlijk ook geen zomerkleren. Het is wel lekker warm. Kun je lekker in zwembroek lekker naar de Hongersplas. Ja. Nee, nog niet. Nog niet voorbereid. Maar ach, de markt is dichtbij, dus we moeten denk ik nog een keer heen. If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing like California. Tot nu toe hebben we het niet zo heel best gehad. Het is slecht weer geweest en daardoor merken we duidelijk dat de verkoop gedaald is. Misschien toch door het weer. Hè? We willen natuurlijk de zon en dan komen mensen massaal de zomerkleding kopen. Dus ja, ik denk dat dat de grootste reden is. Maar deze week verwachten we ander weer, dus we hopen dat ze snel komen. You'd see them wearing their baggies, warachi sandals too. Nou ja, op dit moment schijnt de zon aardig goed. En ja, lekker weer om bij de Hoornsplas even lekker te sporten en even lekker in de zon te liggen. Ik vind het verschrikkelijk. De hooikoorts gaat weer beginnen nu, denk ik. Ben ik bang voor. Dus ik ben er niet echt happy mee. Heerlijk, lekker in het zonnetje in de pauze even buiten zitten. Dat kan nu weer. Nee, het is wel lekker hoor. Maar volgens mij gaat alles nu weer groeien en zo. En de grassen gaan weer los. Ik heb er lang op gewacht. Het is toch gekomen. Vandaar dat ik even op het terrasje zit. En zon en mooi weer betekent voor veel mensen barbecuen. Maar bij deze zomertraditie gaat het regelmatig fout. En lopen tientallen mensen flinke brandwonden op. Het brandwondencentrum van het Martini-ziekenhuis in Groningen komt daarom met de Barbecue Bob. Oftewel de bewust onbeschonken barbecuer. Iemand die geen alcohol drinkt en verantwoordelijk is voor de veiligheid rondom de barbecue. Omdat wij natuurlijk erg benieuwd zijn wat u van dit initiatief vindt, hebben we een poll op onze site geplaatst met erbij de volgende vragen. Een Barbecue Bob is een goed idee. De meerderheid vindt van wel 59%. En vraag nummer 2. Een biertje of een wijntje hoort bij een barbecue. Klinkt goed. De meerderheid zegt opnieuw ja, 78% maar liefst. Dus als u straks plannen heeft om de barbecue aan te steken, dan weet u wat u te doen staat. Een recessie, we hebben er allemaal mee te maken. En dat geldt ook voor Jan Dirk en Willem Maatjes. De broers zamelen in de stad Groningen oud papier in voor de gemeente. Maar de inkomsten kelderen dramatisch. Stadjes zetten steeds minder papier bij de weg. En de broers vragen zich dan ook hardop af hoe het verder moet. Stoppen of wachten op betere tijden. De Weijert van morgen. Vandaag staat deze wijk op de kalender van de gebroeders Maatjes. Voor de recessie stonden er stapels papier langs de weg, maar nu niet meer. Dit was een wijk waar werkten wij normaal gesproken tot een uur of 4:30 smiddags. En nu, als we een beetje doorrijden, dan zijn we om een uur of 1 klaar. Willem zit al 20 jaar in het oud papier, Jan Dirk 16. Maar zo slecht als nu hebben ze het nog nooit meegemaakt. Ik haalde normaal ongeveer een 30.000 kilo in de maand op. Nou, als ik nu 20 haal, ben ik heel blij. En dat voelen de mannen in hun portemonnee. Dat is ongeveer een derde van mijn inkomen, wat ik kwijt ben. Dat gaat niet goed.
Nee, dat gaat echt niet goed. Mijn spaargeld is intussen op. De broers wijten de problemen aan de recessie. Mensen zeggen de krant op, mensen zeggen tv-gids op. Dus het oud papier wat wij per saldo ophalen, wordt steeds minder. Aan de prijs van het oud papier ligt het niet. Voor hun werk betaalt de gemeente een vast bedrag per kilo. De gemeente geeft een garantieprijs. Die is, als de papierprijs hoger is, krijg je wel meer. Als de papierprijs lager is, krijg je niet minder. Het zit hem dus in het volume. En dat is dramatisch gekelderd in de afgelopen jaren. De broers worstelen dan ook met de vraag of ze nog langer door moeten gaan. Je kunt momenteel beter zeggen van jongens, ik stop ermee. Maar dat wilden wij niet. Van, ja, in een uitkeringssituatie terechtkomen is ook geen optie. Wij zijn te oud. En dus we gaan zo lang mogelijk door. En dat is misschien wel tegen beter weten in. De vakanties van beide broers gaan in elk geval niet door, want dat kunnen ze niet meer betalen. Tot zover Noord vandaag. Morgen is het woensdag 5 juni en dan is er spanning en spektakel op het sportpark in Aduard. De paarden staan alweer te trappelen voor de jaarlijkse grasbaankoersen. En morgen begint het Europees kampioenschap voetbal. Veendammer Jeroen Zoet en FC Groningen doelman Marco Bizot jagen dan met Jong Oranje op de Europese titel. Krijg nu nog het weer met Harma Boer en een nieuwe klauk. Een fijne avond.